Dit is de Wederik, ook wel Lysimachia genoemd. In het Engels heten ze de gooseneck. En die benaming hebben ze te danken aan de opvallende bloeiwijze. Zoals u ziet hangen ze een beetje over, wat de mensen deed denken aan een goose, een gans. Nou, het zijn vaste planten, ze zijn niet wintergroen, wel uitstekend winterhard tot ongeveer min 20 graden Celsius. Nou, het zijn echt bodembedekkende planten, dus op termijn kunnen ze vrij vol en een groot deel van uw tuin bedekken. En ze laten zich uitstekend combineren met allerlei vaste planten. Mocht u niet weten welke vaste planten, kijk dan even op www.jarinde.nl en ontdek daar onze bordenpakketten. Daarin hebben wij deze soorten al gecombineerd met andere planten. Nou, ze staan graag op een plek half schaduw. Klein beetje ochtendzon wordt eigenlijk ook wel verdragen. Daarbij vragen ze een goed doorlatende tuingrond. Verse tuinaarde is eigenlijk altijd perfect. Geef in de droge zomermaanden regelmatig water. Zorg er dan wel voor dat het water netjes de wortels kan bereiken. En niet al verdampt is voordat het vanuit de bovenkant naar beneden is gedruppeld. Nou, wilt u nou meer informatie over deze opvallende wederikplanten? Kijk dan op www.jarinde.nl.